Welkom bij een nieuwe video over het maken van podcast. Mijn naam is Ronald Scheer en je vindt mijn podcastafleveringen op SoundCloud en op Spotify. In deze korte reeks wil ik je gaan uitleggen hoe ik Adobe Audition gebruik om mijn podcastafleveringen te maken. In eerdere afleveringen heb ik al eens uitgelegd hoe ik mijn hardware gebruik. Dat is bijvoorbeeld dit mengpaneel, maar ook hoe ik de microfoon gebruik. En ook heb ik in andere video's al eens uitgelegd hoe ik mijn eigen desktop setup heb gemaakt. En daarin heb ik uitgelegd hoe ik deze Blackmagic Atem Mini Pro gebruik om te switchen tussen de verschillende camera's instellingen. Het is een heel ander onderwerp over hardware en nu gaan we vooral duiken in de software. En daarom gaan we meteen naar Adobe Audition. Als je je openingsscherm bekijkt, dan zie je waarschijnlijk dit grote zwarte scherm waarin meerdere blokken te zien zijn. En we gaan meteen naar File, Nieuw. Dan open je een multitrack session. Je moet een naam geven aan je file. Je moet ook een pad opgeven waar die file wordt opgeslagen. In mijn geval kies ik voor D, mijn videoprojecten. Ik heb ook audioprojecten, maar in dit geval is het video. En op het moment dat je Adobe Audition voor het eerst opent, is waarschijnlijk template none geselecteerd en kan je deze sample rate aanpassen. Maar ik wil je vragen om te kiezen voor een preset en dat is de podcast preset. Dan is dit al vastgezet en dan hoef je alleen nog maar op OK te klikken. Dan zie je dit scherm waarbij je een aantal tracks, een aantal audiosporen ziet. En deze audiosporen, deze heet host en we gaan hier dadelijk de microfoon activeren en gaan we iets inspreken. Hier zou je een bestaand gesprek wat je hebt opgenomen kunnen uploaden. Hier kun je geluidseffecten zoals, als je het hebt over autorijden en je wilt piepende autobanden, dan kun je dat hier neerzetten. En hier een muziekje als achtergrond bij je podcast. Die ga ik dadelijk hier ook neerzetten. We beginnen met het inspreken van een stukje tekst. Dat doen we door eerst een microfoon te kiezen. Ik kies op dit moment de Rodecaster Pro Stereo 1 waar ik in praat. Je moet hem vervolgens wel activeren. En vervolgens kun je klikken ga maar opnemen en dan ga ik het woordje dubbel uitspreken. Als je dat dan terugluistert door in te zoomen, je kunt op verschillende manieren inzoomen. Dit is een manier om in te zoomen. En als je dan terugluistert, denk dat je hier het woordje dubbel al ziet, maar we gaan het even luisteren. Komt ie. Woordje dubbel uitspreken. Ja. Wat je dan doet is je selecteert het stukje wat je niet meer wilt horen. Met je linkermuisknop klik je hier, slepen en naar rechts loslaten. Vervolgens met je rechtermuisknop klik je hierin en je zegt silence time selection in selected clips. Vervolgens selecteer je hier het mesje en in het mesje zet je hier een sneetje als het ware. Als je dan met je cursor eroverheen gaat, dan zie je dat die verandert van snijmesje naar haakje, dat je iets kunt vastpakken. Ik sleep hem dan naar rechts. Vervolgens maak ik hier de move, pak ik hier de move tool. Ik klik eventjes ergens om die selectie ongedaan te maken en ik sleep hem hier naar links. Dan zie je dat hij aangrijpt en iets gaat overlappen. Dat laat hij zien aan de hand van de gele kleurtjes die ontstaan. En als je dan vervolgens terugluistert, zul je merken dat het woordje dubbel weggehaald is. Ga ik het woordje dubbel uitspreken. En dan heb ik dubbel niet alleen weggehaald, maar ook de stilte weggehaald. Laatste stap die ik heb beloofd is dat ik zeg we gaan een muziekje importeren. Dat doe je door File, Import, File. En dan kies je bijvoorbeeld deze Groovy Upbeat Retro MP3. Die komt dan hier links te staan. Je gaat met je linkermuisknop erop staan. Je houdt ingedrukt. Je sleept hem naar beneden, naar dit muziekbed.
En vervolgens kun je het muziekje gaan beluisteren. Ik zet altijd eerst nog het volume omlaag. Deze gele lijn is de volume. Als je er een keer op klikt en daarna nog een keer op klikt, kun je hem naar beneden slepen. En dan kun je het gaan luisteren. Dan klinkt dat als volgt. En dan ga ik het woordje dubbel uitspreken. Dan vind ik het mooi om het af te maken als volgt. Ik sleep deze heel ietsje naar rechts. Dan ga ik daar waar ik begin te praten. Daarvoor doe ik de muziek ietsje harder. Dus ik klik hier op de onderste gele lijn. Ik klik nog een keer. Dan zie je dat twee bolletjes ontstaan. En aan zo'n bolletje kan ik hem omhoog slepen. Dan gaat de muziek daar wat harder. En op het moment dat ik begin te praten, is de muziek dan zacht. Het klinkt als volgt. En dan ga ik het woordje dubbel. Net niet helemaal, dus dat moet je een beetje fine-tunen. Door hem een beetje... Ik kan ofwel deze selecteren en iets naar rechts schuiven. Moet ik hem goed bovenin vastpakken. Zo. Nou, en ook op het eind kan ik dan zeggen, ik klik hier één keer om hem te selecteren. Nog een keer om het bolletje te zetten. Twee keer klikken. En dan doe ik hem hier weer wat omhoog. Nou, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste uitleg, waarin je hebt gezien hoe we een stukje tekst hebben ingesproken, hoe we een muziekje eronder hebben gelegd, hoe we dat op elkaar hebben afgestemd. De volgende stap is dat we daar een export van gaan maken. Dan genereer je een mp3-file die je kan gebruiken in je social media kanalen. Dat zie je in de volgende video. Graag tot dan.